Al jaren woedt er een discussie over het voortbestaan van de Nederlandse monarchie. Velen zien het einde van het koningschap na Willem-Alexander wel zitten. Voormalig D66-leider Alexander Pechtold waarschuwde hier al voor in zijn boek De Achilleshiel van de Koning, waarin hij pleit voor een gecontroleerde overgang om een chaotisch einde te voorkomen. Vrijwel niemand in ons land gelooft nog dat iemand een baan moet krijgen omdat hij geboren is in een bepaald huishouden. Laat staan dat iemand recht heeft op een baan omdat een van zijn voorouders in 1572 heeft gestreden tegen Spanje, citeert Paarty. Met steeds meer politieke partijen die de afschaffing van het koningshuis in hun programma opnemen, groeit de bezorgdheid. Veel Nederlanders lijken niet rauwig te zijn om een mogelijk einde van het koningshuis, gezien de koning en koningin niet bepaald populair zijn, vooral niet bij de jongeren. Of de monarchie daadwerkelijk snel wordt afgeschaft, blijft echter de vraag.